ouders zochten dan een beetje een beschermde, veilige, kleine omgeving. En die kwamen dan bij onze school uit. En dan, als je dan meer leerlingen binnen je school krijgt waar iets bijzonders mee is, dan ga je je daar ook op specialiseren. Dan ga je zeggen van ja, wij zien het als een uitdaging om deze leerlingen ook een diploma te laten halen. Of ze nou slechthorend zijn, of ADHD hebben, of ASS-problematiek, of niet iedere dag naar school kunnen. Nou, ik denk dat ik het meest trots ben op het feit dat, dat mijn collega's kijken naar welke mogelijkheden heb ik om een kind te helpen. En dat wij met z'n allen in een standje staan van we willen juist proberen of het wel lukt en niet kijken waar liggen onze grenzen. Want ook nu hebben we wel eens dat een leerling met binnenkomt binnen de school dat je zegt, hoe moeten we dit voor elkaar krijgen? Of kunnen we dit wel voor elkaar krijgen? Maar dan heb ik liever dat we met ouders om tafel gaan en zeggen, we weten niet of het lukt, maar we kunnen het altijd proberen. En als het niet lukt, moeten we elkaar eerlijk in de ogen kijken en zeggen, nou, dit gaat niet lukken, nu moeten we een andere weg vinden. Maar om eerlijk te zijn, is dat nog maar hoogst zelden gebeurd. Want als je kijkt naar hoe moeilijk is het om een kind met diabetes op school te hebben? Niet toch? Je moet gewoon even wat kleine aanpassingen doen. Ja. Hoe lastig is het om een kind met een hartaandoening op school te hebben? Niet toch? Als je maar rekening houdt met het rooster of een kind met jeugdreuma. Dat zijn allemaal dingen, als je maar flexibel kijkt naar het rooster, naar wat je kan bieden. Dat moeten ouders ook doen, hè? Kinderen moeten dat ook, moeten we samen doen. Dan kan je best een weg vinden. Mij bevalt het wel goed. Ja. Ik vind het leuk. Ik vind de les op zich wel leuk. Ik heb veel vrienden en ook gewoon de hulp die ik wel krijg. Vind ik fijn. Ja. En welke hulp krijg je? Vooral het plusplein waar ik dan mag zitten. En wat doen we? Ik hou meestal workshop of ik kom uitrusten. Maar voor de rest heb ik niet echt meer hulp. Nou, voor mij gaat het wel goed. Ik heb heel veel begeleiding en heel veel hulpmiddelen die me heel goed helpen bij tentamens en examens. En natuurlijk ook een plusplein. Ja. En hoe ziet dat er bij toetsen en tentamens uit voor jou? Ik kan gebruik maken van een programma genaamd Courswell. En die kan de tentamens voorlezen. Ja. En ik heb nog een elektronische loop waarmee ik op papier dingen kan vergroten. Oké. En die mag je ook bij je tentamen gebruiken? Ja. En dan krijg je nog extra tijd? Of, Ja, ik krijg 100% extra tijd. Nu zien we Sifra in klas 4 en doet ze voor de helft van haar vakken examens op MAVO-niveau. Ja, daar hebben we heel veel aangepast in haar rooster en in de manier waarop ze naar school komt en wat ze wel en wat ze niet doet. Maar straks staat er wel een jonge dame met een diploma in de hand. Ja. En dat zij er dan 2 jaar over doet in plaats van 1 jaar, dat boeit dan niet. Nee. Die flexibiliteit die moet je hebben. Ja. En ja, dat drukt je cijfers op zo'n scholingskaart. Ja. Want dan heb je niet een kind in 1 keer geslaagd. Ja. Maar je hebt wel een tevreden ouders en een kind wat hartstikke blij is hier.